Je gaat emigreren naar Amerika. Ja, ik hoorde het ook. Mijn koffers al aan het pakken. Nee, ja, dat is een beetje, ik ben een beetje geschokt hoe dat is opgepakt door het ANP helemaal en zo. Maar er zijn wat carrièreplannen voor mijn vriend richting Amerika. En als dat serieus vorm gaat aannemen, dan moeten we daar maar eens over gaan praten hoe we dat gaan aanpakken. Maar voorlopig blijf ik nog in Nederland. Het is niet zo dat jij aankomende zomervakantie met de kids in Amerika zit? Dat is zeker niet waar. Dat is onjuist. Ik zit in Zweden deze zomer en in het najaar gaat mijn vriend naar Amerika. Jij blijft dan hier? Of? Ligt eraan hoe lang hij daar blijft en hoe succesvol hij daar heeft. Als het echt daar grote vorm gaat aannemen, dan moeten we inderdaad serieus gaan praten over oké, hoe nu verder? We willen graag bij elkaar blijven en de kindjes willen hun papa ook blijven zien. Dus moeten we toch iets verzinnen. En hoe zit het nou met die liefdesbaby die daar op komst zou zijn? Wat zeg je nou? Liefdesbaby op komst? Ik heb al 3 liefdesbaby's. Dus ik vind het wel even genoeg zo. Waar halen jullie feiten vandaan, jongens? Kijk, ik ben nog helemaal niet zwanger. Er is nog niks aan de hand. Ik ben gewoon nog ongesteld geweest vorige week. Dus er komt geen baby meer, voorlopig.